De gaanderij in het voetbalstadion van NEC in Nijmegen stond sinds maandagochtend 7:30 in brand. De brandweer is met groot materieel, waaronder een hoogwerker, uitgerukt om het vuur te bestrijden. De brand werd al snel opgeschaald naar zeer groot. Om 7:30 is hier een brand ontstaan in de businessruimte van het stadion. Die heeft ongeveer een uur gewoed. Rond 8:45 vanmorgen is zijn brandmeester gegeven. En wat is er nu gaande? Want de brand is nu geblust. En wat gebeurt nu? Inderdaad, de brand is voor zover uit. We zijn nu nog bezig met de fase van eindcontrole. Alles goed ventileren, meten op bepaalde waardes die wellicht aanwezig zijn in het pand. En wanneer alles onder controle is, kunnen ze het pand weer betreden. En is de oorzaak bekend? Nee, over de oorzaak is nog niks bekend. Dat moet nog onderzocht worden. Ik kreeg vanmorgen vrij vroeg een telefoontje en je schrik je een hoedje. Dus als de wie de weer gaat, kleren aangetrokken, in de auto gesprongen, hier naartoe gereden. En op de weg daar naartoe haalt je van alles in je hoofd. En dan kwam je aangereden en gelukkig al vrij snel daarna kregen we toch het zijn brandmeester. Dus dan valt er wel wat van je af. Maar aan de andere kant zullen we nog wel behoorlijk wat waterschade hebben natuurlijk. Ja, en wat zijn nou de gevolgen voor NEC? Ja, wat de gevolgen zijn. We zullen straks natuurlijk eerst de balans op moeten maken als we het stadion in kunnen. Wat daadwerkelijk de schade is. Wat de consequenties daarvan zijn. Ik verwacht niet dat we de komende dagen al direct ook met het kantoorpersoneel hier operationeel kunnen zijn. Dus we denken ook na over alternatieve werklocaties. Zaken die nu in veiligheid gesteld moeten worden. Ja, de server, archieven, noem het allemaal maar op. Om dat in ieder geval ook te beschermen. En dat het ook niet door al het water vernietigd en beschadigd gaat worden. Hoe hoorde jij van de brand? Nou, mijn moeder die maakte mij wakker en zei van gewoon Esmee, er is brand in het stadion. Ik was ook in no time beneden en heb ik het nieuws op TV Gelderland afgewacht. En ik stond natuurlijk wel met tranen in de ogen te kijken, want het is toch je club niet. En er werd ook gevraagd door politie en door mensen van NEC zelf, kom niet naar het stadion. Maar toch, je komt er alleen om je clubje te steunen. En in dit geval is het een slechte tijd. En dan ben je er ook gewoon voor ze. Ja, doet het jou veel als supporter? Ja, heel veel. En zo lang ben ik ook nog niet lid van NEC of supporter. Maar toch, het is wel een club en je voelt het gewoon van binnen diep in je hart. En we zijn wel blij dat de schade niet zo groot is en dat het ook niet overgeslagen is naar de tribunes. De brand is ontdekt door Rietje Hopstaker, de schoonmaakster, die de brandweer belde. Mogelijk is kortsluiting ontstaan in de centrale bar van de ontvangstruimte. De brandweer rukte met groot materiaal uit en riep de hulp in van omliggende korpsen. Nou, allereerst hebben wij grootschalig ingezet en zijn wij opgeschaald naar grip 1. En dat hebben wij gedaan omdat de kant was op uitbreiding van de brand. De brandweer heeft het ook gekenmerkt als een hele grote brand. Zeer grote brand en zijn hier met ongeveer 6 brandweerwagens naartoe gegaan. En dat komt neer op ongeveer 45 brandweermensen. En ik heb begrepen dat blussen met water nog wel problemen gaf. Nee, dat is niet het geval geweest. Er was voldoende water hier door middel van waterputten aanwezig. Wel hebben ze achter de hand gehouden. Zoals ik al zei, we zijn opgeschaald naar grip 1. En hebben ze extra leidingen uitgelegd naar elders voor het geval dat de brand uit zou breiden. En dan hadden ze dat achter de hand. Maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest. Je kwam kijken als supporter? Ja, ik kwam kijken. Ja. Ik zat net in de auto richting stad en werd ik al gebeld. En je kreeg ze wat een hartverzakking? Nou, ik heb er even kwaad mee op dat moment. Ja, wat gaat dan door je heen als supporter? Ja, dan ben je bang dat het veel erger is natuurlijk. Hè? Dat het stadion in de fik staat of zo. Hè? Ja. En dan, Want je woont hier in de buurt en je dacht gelijk ik kom kijken? Ja, nee, maar ik was niet in de buurt. Ik woon wel in de buurt. Ik ben ook gelijk hier naartoe gereden natuurlijk. Maar, het was eigenlijk al een beetje gedempt allemaal. Want ik mocht eigenlijk hier niet door, maar ik zei dat ik van Rijkswaterstaat was en dan mocht ik door. Ja. En hoe is er nu gereageerd door het personeel van NEC? Ja, heel erg geschrokken. Dus mensen krijgen telefoontjes, komen hier aanrijden om te gaan werken. Ze zien berichten op Twitter natuurlijk. Dus heel erg geschrokken. Nou, vanuit de club natuurlijk heel belangrijk om nu ook de mensen goed en regelmatig te updaten, te informeren over de situatie. We hebben de medewerkers nu bij elkaar. We zullen straks ook in ieder geval iedereen centraal bijpraten wat er is gebeurd en ook hoe de komende uren en dagen eruit zullen gaan zien. Dus communicatie is daarin even heel erg belangrijk nu. En algemeen directeur Jacco Zwart, die zit momenteel in het buitenland? Die zit momenteel in het buitenland. Die geniet van een welverdiende wintersport. Dus, hoe heeft hij gereageerd? Ja, ook enorm geschrokken natuurlijk.